Deskundigen beschikken niet over data uit onderzoek om te kunnen vaststellen of het water in het Afobakastuwmeer zodanig gecontamineerd is dat het onveilig is voor consumptie. Hydrogeoloog Oklaya Verwij zegt inmiddels ook naar het gebied te zijn geweest en te hebben gesproken met enkele lokale bewoners. Reeds enige dagen bestaat er grote bezorgdheid bij de bewoners van Bronsweg in het district Brokopondo die hun drinkwater via een installatie van de Surinaamse waterleidingmaatschappij krijgen. Dat het water vanuit het Stuwmeer gecontamineerd zou zijn. De zorgen begonnen nadat bekend werd dat een boot met gevaarlijke stoffen, mogelijk cyanide, in het meer zou zijn gezonken. Om zichzelf te beschermen hebben bewoners afgelopen zondag tijdens een kroetoe besloten de toevoer van drinkwater via SWM eigenhandig stop te zetten. Verwijs zegt nu niet te kunnen aangeven hoe veilig het drinkwater is, omdat zij niet over gegevens beschikt om een conclusie te kunnen trekken. Wat ik zelf denk is wanneer er mogelijke contaminatie is, dat is overal bij elke waterbron, de mogelijke contaminatie, het eerste, de procedures die ik ken of die waarvan ik weet dat gangbaar is, is dat je de inname stopt. De inname stoppen betekent niet dat het onveilig is of veilig, je doet het uit voorzorg, hè? Je neemt voorzorgsmaatregelen, je stopt de inname, je laat de desbetreffende autoriteiten hun onderzoek verrichten totdat er een rapportage eruit komt. En aan de hand van de rapportage dan kan je verdere acties ondernemen. Maar procedure is stop de inname omdat je het niet weet, want je bent gezamenlijke gebruiker toch? Je hebt ook je eigen monitoring en het hoeft niet zo te zijn dat het gecontamineerd is, maar er is altijd een mogelijkheid. Verwij benadrukt dat oppervlaktewater, zoals vanuit het Stuwmeer, vanwege blootstelling altijd een bron van contaminatie is. Ondernemers in het gebied maken zich zorgen. Verwij sprak een ondernemer met een eethuis die andere voorzieningen heeft moeten treffen om te kunnen verkopen. De hydrogeoloog spreekt met klem tegen dat er zorgen zijn over het drinkwater in Paramaribo. Wat belangrijk is om te weten, ik heb het woord al laten vallen eerder, een waterbron. Van waar komt het water dat je consumeert? En ik vind het best triest om te constateren dat heel veel mensen nog niet weten waar het water dat wij drinken vandaan komt. In Paramaribo, 90% van de drinkwatervoorziening, more or less, in Suriname, of laten we zeggen in de kustvlakte, wordt voorzien van grondwater. Hier heb je de Stations Republiek, je hebt Van Hattenweg daar op Lelydorp, je hebt Helena Christina, noem maar op, Blauwgrond, Leesweg. Ja, het water wordt opgepompt uit de grond, we noemen het grondwater, lagen, een aquifers. Dus dat heeft helemaal niets te maken met wat er gebeurt nu in Brokopondo. Er zijn twee hele verschillende, totaal verschillend. De mensen die zich terecht zorgen mogen maken, zijn de mensen die voorzien worden van de waterbron van het Stuwmeer. Om tot de juiste conclusies te komen, moet de juiste informatie beschikbaar zijn over de aanwezige contaminatie. Verwij vindt het jammer dat we in Suriname nog niet werken met open source data, waardoor een samenbundeling van deskundigen zich over problemen kunnen buigen. Het volledige gesprek met hydrogeoloog Oklaya Verwij kunt u terugkijken op onze FB-pagina ATV Suriname.